Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft beloofd dat ze er werk van zal maken om het Kalinia en Lokono-vonnis eindelijk te laten uitvoeren. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, en de organisatie van Kalinia en Lokono-inheemsen in Marowijne, KLIM, noemen het schandelijk dat de regering 5 jaar na de uitspraak van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof het vonnis nog steeds niet heeft uitgevoerd. Emanuel zal de organisatie spoedig uitnodigen voor een gesprek. Wat ik zal doen is dit bespreken komende week met de president en VP. En kijken wat dus de uitvoeringsmogelijkheden zijn. En daarna zal ik dan gelijk in contact treden met FITS en KLIM en een uitvoeringstraject bespreken. Natuurlijk moeten we daar rekening houden met dus de ademruimte van de staatsfinanciën. De bewindsvrouw denkt dat het haalbaar is om binnen deze regeertermijn nog het vonnis van het Hof uit te voeren. Wat er nu eigenlijk moet gebeuren is dan dat die commissie grondenrechten, onder aansturing dus van de VP, die bezig is, die commissie moet dan even nog evalueren, dus die conceptwet evalueren en dus nagegaan zal moeten worden welke elementen er nog aan toegevoegd kunnen worden om dit wetsproduct echt degelijk te maken. Dus ik zie wel in dat we het binnen 5 jaar kunnen uitvoeren. Ik zie niet in waarom het niet mogelijk zou moeten zijn. Dat was minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. De bewindsvrouw zegt dat de wet grondenrechten een goede basis kan zijn voor de duurzame ontwikkeling van het binnenland. Het Kalinia en Lokono-vonnis is op 28 januari 2016 in werking getreden.